de voorleesstrom. Kom, 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 de voorleesstrom. Rom, bom, bom, de voorleesstrom. Kom, 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 de voorleesstrom. Rom, bom, bom, de voorleesstrom. Kom, 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 de voorleesstrom. Ben jij op zoek, 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 op zoek naar mij? Boek, 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 dan kom maar gauw, want ik ben net op zoek naar jou. Dag allemaal, daar zijn we weer bij het spoorlezen. Iedere woensdagmiddag om 2:30. En niet vanuit de bibliotheek in de Lokal, want die is nog steeds gesloten. En daarom weer vanuit mijn huis. Zonder spoorleeslocomotief, maar wel in mijn spoorleesconducteursjas. Die hoort er ook echt bij. Jongens en meisjes, spoorlezen is natuurlijk niet alleen voor kinderen die in de bibliotheek in de Lokal komen. Nee, spoorlezen is voor iedereen. Voor alle kinderen uit Tilburg, maar ook uit Udenhout, uit Berkel, Enschot, uit Hilvarenbeek en Goorle, Oosterwijk, Moergestel. Ook uit Waalwijk, Sprangkapelle, Waspik, Kaatsheuvel en Loon op Zand. En als je denkt, daar woon ik niet. Geef niks hoor, lekker blijven kijken, want spoorlezen is voor iedereen. Spoorlezen is iedere week een ander verhaal. En deze week gaat het verhaal over, over een pan. En wat zie ik nog meer? Een wortel en een prei. Het gaat over soep. En weet je wie vandaag het verhaal vertelt? Dat is Len Gopal. Dat is de verrassing voor vandaag. Een echte verteller. En het is geen grap, want het is wel 1 april vandaag, maar geen grap. Hoi, ik ben Len en ik hou van koken. En ik hou vooral van koken met verhalen. Want als je gaat koken, zit altijd een verhaal in. En ik hou vooral van soep koken. Want als je soep gaat koken, alles wat er in de pan gaat, heeft een verhaal. Nou, ik heb hier een pan. Kijk, de handdoek even uit de pan. Zo. Een koksmuts. Zo. Hartstikke idee. En dan ga ik soep koken. Als eerste een prei, want de prei hoort erbij. Een paprika. Een ui. Een wortel. Weten jullie waarom een wortel onder de grond groeit? Ik zal het vertellen. Kijk, een wortel die groeit dus, zoals ik al zei, onder de grond. Goed verstopt. Want als een wortel boven de grond zou groeien, dan zou er een konijntje kunnen komen. Ik heb zin in een wortel. Hoi, lekkere wortel. Hop, 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 hop. Weg wortel. Maar als de wortel onder de grond groeit, dan komt er een konijntje. Ik heb zin in een wortel. Huh? Ik zie geen wortel. Oh, dat is nou toch jammer. En dan moet hij verder gaan zoeken. En die wortel, die kan lekker verder groeien tot hij groot genoeg is. En in de soep kan. Selderie. In de soep. Een paddenstoel. Wacht. Die gaat ook in de soep, maar die moet ik even checken. Hallo? Hallo? Woont er iemand in deze paddenstoel? Check, check, dubbel check. Hallo? Woont er iemand in deze paddenstoel? Nee, ik zie geen fiets buiten staan, dus daar woont niemand. Ik zal jullie zeggen waarom ik dat doe. Een tijdje geleden
Was ik ook soep aan het koken. Ik had er paddenstoelen in gedaan, champignons en andere eetbare paddenstoelen. En ik was zo lekker aan het koken. En opeens zag ik een klein rood driehoekje in de soep. Ik had er niks roods in gedaan, dus ik denk, wat is dat nou? Dus ik pakte het eruit en ik keek. En, hè? Toen zag ik dat het een puntmutsje was. Het, zo'n klein rood puntmutsje. Oh, ik dacht, dat zou toch zeker niet waar zijn. Dus ik met mijn schep in de pan en... oh jee, zat er een kabouter in de soep. Oh, en kabouters zijn doorgaans erg aardig, maar deze was boos. Ze had in de soep gezeten, dus toch een potje chagrijnig. Dus die mopperde tegen mij. Hier, Gunther, ik zit in de soep en wat denk je wel niet? En ik schrok er een beetje van, dus ik zei... Ja, sorry, kabouter, dat heb ik niet expres gedaan. Ja, maar hij bleef boos. Dus ik zei, kabouter, wat kan ik doen om het goed te maken? En toen zei de kabouter, wat dacht je van een bad? Ja, dat begreep ik wel, want hij zat helemaal onder de soep. Dus ik dacht, ja, een bad. Dus ik zei, oké, ik maak voor jou een bad. En toen heb ik zo'n plastic bakje gepakt, waar de boter normaal in zat. Er zat nou geen boter in natuurlijk, dus heb ik water in gedaan, een beetje babyshampoo. Dan spreekt het in zijn kabouterhoogjes. Zo, ik zeg, nou, dan moet je maar even je kleren uitdoen. Zal ik ze uitwassen, kan jij je bad. En ik dacht, dan zie ik dadelijk een blote kabouter. Maar dat mocht niet. Nee, ik moest me omdraaien. Dus nou, ik me omdraaien. Het heeft die kabouter, die heeft zijn kleine kabouterschoentjes uitgedaan. En zijn kabouterzokjes, en zijn broekje, en zijn jakje. En zijn kabouteronderbroek, en zijn kabouterhemdje. En toen hoorde ik plons. Nou, toen heeft hij zich gewassen en ondertussen heb ik zijn kleertjes gewassen. En droog gefeund. En toen het klaar was, heb ik het allemaal netjes bij hem neergelegd. En toen zei hij, ja, ik wil eruit. Dus toen ben ik naar de kast gegaan en ik heb een handdoek gepakt. Ik zeg, alsjeblieft. Toen keek die kabouter me aan zo van, ik zeg, oh ja, sorry. Toen heb ik er zo een heel klein handdoekje van geknipt. Zo. Alsjeblieft. Nou ja, en toen heeft hij zich afgedroogd. Hij heeft zijn kaboutersokjes weer aangedaan, zijn kabouteronderbroekje, zijn kabouterhemdje, zijn kabouterschoenen. En nou, eerst zijn broekje, denk ik, en toen zijn schoenen en zijn kabouterjakje. En als laatste zijn puntmuts. Maar ja, toen zag je er wel een beetje raar uit, want zijn baard. Dus toen heb ik met een klein gebaksvorkje zo zijn baard weer helemaal netjes gemaakt. En toen was hij me mooi. En zei ik, kan ik niets voor jou betekenen? En toen zei hij iets raars. Toen zei hij, ja, ik wil wel soep. Had hij net ingezeten. Maar ja, kabouters, hè. Dus ik zeg, oké. En toen heeft hij zo nog een beetje soep opgeslurpt. En toen is hij weer weggegaan. Dag, kabouter. En hij zwaaide nog terug en hij zei, dag. En denk eraan, met zijn kleine vingertje, denk eraan, hè. Altijd even checken. Check, check, dubbel check. Als je paddenstoel in de soep dooit. Gooit. Ja, ik snap hem. Ja. Ja, dus ja. Check, check, dubbel check. Hallo, woont er iemand in de paddenstoel? Nee. Nou, de soep, die moet nog eventjes lekker zo blijven koken. En vanavond is die klaar. Dag. Jongens en meisjes, wat een verhaal over een kabouter in soep. Even ruiken hoor. Dat ruikt lekker. Dat wordt een hele lekkere soep, dat weet ik zeker. Maar als ik hem vanavond ga eten, ga ik wel even check, check, dubbel check. Checken of er geen kaboutertje in zit. Of er niet zo'n klein rood puntmutsje te zien is. Maar ik denk het niet hoor. Jongens en meisjes, dat was het weer voor deze keer. Volgende week is er weer spoorlezen. Maar als je nou denkt, ik wil ondertussen nog wel meer verhalen. Nou, misschien heb je thuis nog verhalen en kan papa of mama of opa of oma een verhaal voorlezen. En als dat niet zo is, als je geen boeken hebt of alle boeken heb je al gelezen, ga dan eens naar de website van Boekstart. www.boekstart.nl of naar de website van Bibliotheek Midden-Brabant, www.bibliotheekmb.nl. Want daar heb je
allemaal leuke tips over digitale prentenboeken bijvoorbeeld. Of boeken uit de luisterbiep. Of misschien boeken uit de voorleeshoek. Daar kun je nu tijdelijk gratis boeken beluisteren. Nou, dag allemaal. Tot de volgende week, hè. Dag! Bom, 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 de voorleesstrom. Kom, 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 de voorleesstrom. Bom, 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 de voorleesstrom.